Hé, hey, doe mij eens een lekkere lumpia. Ik vind het echt heel knap dat je Nederlands kan spreken. Ik vind dat al die Aziaten zich niet zo aan moeten stellen. Kun je het wel goed zien zo met je spleetoog bijna dicht? Maar tegenwoordig is alles racistisch. Nee, maar ik ben helemaal niet racistisch van mezelf. Het is gewoon zo. Gekke Chinezen altijd, met hun camera's en een gekke taaltje en zo. Ach joh, ze zijn toch allemaal hetzelfde. Als je er niks van zegt, dan gaan die mensen ook gewoon door. Dan denken ze dat het gewoon kan. Mijn naam is Kunya Hoang. Ik ben 25 jaar oud en ik ben geboren in Rusland. Mijn ouders zijn Vietnamese en ik leef mijn laatste 20 jaar in Nederland. Ondanks mijn meertalige opvoeding en mijn open-minded houding ervaar ik racisme op dagelijkse basis. Veel mensen vinden dat ik me aanstel en dat ik me niet zo druk moet maken. Maar ik ben er eigenlijk gewoon helemaal klaar mee. Wie zijn zij om mij te vertellen hoe ik me moet voelen? Waarom mag ik me niet druk maken? Mensen zien en ervaren niet wat er in mij omgaat. En het is lang niet zo leuk als je zou denken. Het wordt tijd dat ik spreek. Ik zal je uitleggen hoe het zit. Mijn ouders die komen uit Vietnam. Ik ben zelf geboren in Chemiluki. Dat is echt een heel klein dorpje in Rusland. Ik weet niet zeker of je dat nog op de kaart kan vinden. Maar het ligt aan de kant van Moskou. Ja, ze wilden eigenlijk in Nederland gewoon een hele nieuwe leven opbouwen, zonder te weten wat hen eigenlijk te wachten stond. Ten eerste was het ook de taalbarrière natuurlijk en een heel nieuw land, nieuwe regeltjes, normen, waarden, noem maar op. En voor mij was dat hetzelfde als kind van 5. En ik heb eigenlijk alles gewoon meegemaakt vanaf het begin tot de dag van vandaag, dat zij in Nederland zijn. Hoe zij vanuit het niets nu een eigen bedrijf hebben eigenlijk. Dus dat is best wel knap. Ja, we kwamen dus in 1999 in een asielzoekerscentrum terecht. En daar hebben we eigenlijk in het begin voornamelijk veel gecommuniceerd met mensen door middel van gebarentaal. Dat duurde ongeveer een jaar lang. Want we hebben in de tussentijd echt heel veel geprobeerd om zelf Nederlands te gaan leren. En mijn moeder die nam echt cursus wat je in het centrum kreeg. En ik ging natuurlijk naar school. Geen openbare basisschool, maar wel echt een speciale school voor de kinderen in het asielzoekerscentrum. Voor mij was het nog niet zo heel erg gecompliceerd om met kinderen te communiceren. Want ja, als klein kind dan ga je met iedereen gewoon om. En dan gaat het alleen maar om het spelen. Dus zo moeilijk hoefde het niet te zijn. Het moment van echt spelen met kinderen en gewoon niet te veel bij nadenken, dat hield eigenlijk op vanaf het moment dat ik naar de openbare basisschool ging. Omdat ik toen toch merkte dat ik echt heel erg buitengesloten werd op bepaalde gebieden.
vanaf groep 3, 4. Toen maakte ik voor het eerst mee wat verjaardagsliedjes waren. Ik sprak toen nog geen goed Nederlands, maar ik wist dat het Happy Birthday Song, dat dat gewoon een verjaardagslied was. Totdat ze op een gegeven moment met de Hanky Panky liedje kwamen. En dat was voor mij best wel een schok, omdat ik dacht van, wat is dit? En niet alleen het liedje zelf, maar dat bijvoorbeeld de leerlingen en inclusief de docent, dat ze dan op een gegeven moment hun ogen gingen nauw trekken. Hanky Panky Shanghai, Hanky Panky Shanghai, Hanky Panky, Hanky Panky, Hanky Panky Shanghai. Dat voelde voor mij als alsof ik werd gepest. Maar ik kan me nog herinneren wat ik er wel bij voelde. En ik vond het helemaal niet leuk. Ik deed ook niet mee. Ik zat daar maar en ik wilde gewoon dat het zo snel mogelijk voorbij was. Nu ik natuurlijk wat ouder ben, vallen mij nog meer dingen op. Dus het feit dat mensen denken dat ik gelijk Chinees van afkomst ben. Hey, konnichiwa, hey! Konnichiwa! Chinezen. Hey, ik heb het over jou, hè? Ja, jij, ja, poep Chinees, joh. Hey, flik nou eens op, joh. Of dat Aziaten onderdanig zijn, ook zoiets. Zijn jullie Aziaten altijd zo onderdanig? Komt je man thuis, lekker voor hem koken. Ja, daarna moet je wel de afwas doen, hè? Blijkbaar is het heel normaal om voor mensen te denken dat Aziaten geadopteerd zijn of gewoon met een bootje zijn aankomen varen. Mag ik wat vragen? Ja hoor. Hoe is het nou om geadopteerd te zijn? Geadopteerd te zijn? Ja, gewoon. Je ouders hebben toch geld betaald om je hierheen te krijgen? Sorry, maar waar heb je het dan over? Zomaar. Uit het niets. En dit gebeurt echt regelmatig. Je weet wat adoptie is. Ik weet wat adoptie is. Je bent Aziatisch. Er zijn mensen die een kind willen, maar misschien geen kind kunnen krijgen. Dus ze kopen jou om hier te laten wonen. Sorry, maar ik vind het best wel erg dat je dit op dit moment zegt. En ervan uitgaat dat ik geadopteerd ben. Alsof ik zomaar van een straat ben geplukt. Zogenaamde kleine en grappig bedoelde opmerkingen namen elke keer nieuwe vormen aan. Jij verstaat dit wel. Ik heb een Chinees stukje, dit versta jij wel. Jij komt ook uit China. Of eentje die nog schaamtelozer is, ben je strak daar beneden? Sorry, maar je weet dus echt niet waar je het over hebt. Of wel? Je roept zomaar dingen zonder te weten dat het eigenlijk mensen kwetst. Onder andere mij op dit moment. Vaak genoeg gaat het zelfs veel verder. Vreemde mensen vallen me ook gewoon lastig op straat. Altijd weer die Japanners, hè? Pardon, heb je tegen mij? Ze achtervolgen me, ze roepen dingen naar me. Hey meisje! Hallo! Zo, zit er goed uit op een Aziat? Zo zie je ze niet zo vaak. Hallo, praat tegen je. Ik wil alleen maar zeggen hoe mooi je bent. Ik dacht dus, pardon? Dit is gewoon niet grappig. Dit is gewoon absurd en super seksistisch. En zodra we klaar zijn met de grapjes en dingen terugzeggen, dan worden ze wat serieuzer. En dan zijn ze je gewoon liever kwijt dan rijk. Of ga lekker terug naar je eigen land. Nou, dat heb ik gedaan. Als ik in Vietnam zelf ben, want daar kom ik vandaan, dan denkt iedereen dat ik niet Vietnamees ben. Dan ben ik daar ook een buitenlander. Dus dan voel je eigenlijk op een gegeven moment nergens thuis. Ik merkte gewoon dat racisme niet normaal was. En ondanks dat we de mentaliteit hebben aangeleerd gekregen om gewoon door te gaan lopen en niet erop in te gaan, merkte ik dat ik er wel echt klaar mee was en dat ik echt voor mezelf op wilde komen. Voor mijn volk, voor mijn cultuur, voor alle Aziaten over de hele wereld. Dus
Nu richt ik me tot jou. Behandel mij zoals jij behandeld wil worden. Mijn naam is Sun Thai, ik ben 36 jaar. Ik ben geboren en getogen in Nederland en van Vietnamese afkomst. Mijn ouders zijn in de jaren 60 naar Nederland gekomen als bootvluchtelingen. Ik had nooit het besef dat ik anders was dan iedere andere Nederlander. Totdat ik op 8-jarige leeftijd door een klasgenoot werd verteld dat ik chocolademelk was en hij melk. En dat ik bruin ben. Ik ben er oké mee om anders te zijn, zolang het maar gelijkwaardig is. Anders is niet minderwaardig en ook geen negatieve stempel. En ik hoop dat anderen dit ook zoveel mogelijk ook zo gaan ervaren. Ik ben geboren en getogen in Nederland. Al wordt dat niet per definitie zo door mijn omgeving aangenomen. Mijn ouders hebben in hun emigratie er alles aan gedaan om mij een vruchtbaar leven te geven. Onderdak, liefde, motivatie. Er was geen gebrek aan. Maar om de vruchten te kunnen blijven plukken, zou ik de strijd zelf voort moeten zetten. Zonder mijn ouders hier, maar wel als zelf een ouder nu. In 2013 werd ik namelijk voor het eerst moeder. En 2 jaar geleden weer opnieuw. Bijzonder hoe dan de cirkel weer rond is. En wat heb jij gedaan? Je hebt alleen maar geslapen en gegeten, hè jij? Voordat ik melodramatisch overkom, het begin is altijd heel eenvoudig geweest hoor. Als opgroeid meisje deed ik eigenlijk met alles overal mee. Super veel plezier gehad tijdens de basisschooltijden met al mijn nog onschuldige klasgenootjes. Maar toen een jongetje uit mijn klas dag in dag uit met mij meeliep vanuit school, herinnerde hij mij er telkens aan dat ik bruin ben. En dat heeft wel iets met me gedaan. Het gebeurde ook in de aanwezigheid met mijn moeder een keer. Ik was een keer met mijn moeder in een winkel en het personeel hield ons heel erg nauwlettend in de gaten, veel meer dan alle andere klanten. En ze waren eigenlijk alleen maar bezig met ons in de gaten houden of wij niets gingen stelen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ik was nog toenertijd te jong om het te begrijpen. Maar mijn moeder voelde dat natuurlijk uiteraard wel. En ze is ook uit de winkel heel snel vertrokken. En ik zag ook aan haar dat ze verdrietig was. Op dat moment begreep ik de impact nog niet helemaal. Dat kwam later pas. En ja, dat heeft me wel gevormd, dat incident. In hoe ik nu over dingen denk en over een multiculturele samenleving. En waar we nu zijn daarmee. Mijn dochter Lilou, die is wel eens thuisgekomen met een verhaal dat iemand tegen haar zei dat ze er bruin uitzag. Weet je wel, dus dat begint bij haar ook al op vrij jonge leeftijd. Beetje een kleurtje heb jij, net als mama. Wat vind je van dat kleurtje? Mooi. Vind je het een mooie kleur? En deze kleur vind ik ook mooi van die rietjes. Dat is een ader. Dat is allemaal hetzelfde, hè, bij iedereen. Je hebt dat ook. Ja, dat is allemaal hetzelfde. Zo, allemaal lijntjes. Ja. Ik hier ook en hier een beetje. Wat vind je nou van dit kleurtje van jou? Mooi. Vind je dat mooi? Ga hier weg. Kinderen leren heel snel, kinderen sowieso. Ik probeer ze elke dag duidelijk te maken dat ze alles kunnen, zolang ze maar geloven in zichzelf. En dat het prima is om anders te zijn. En dat anders niet per definitie is dat het minder is. Weet je, als moeder, dat ben ik natuurlijk zelf nu, wil je natuurlijk het allerbeste voor je kind. En wil je ook niet, het liefst niet dat ze hiermee in aanraking komen. Dus ik kan me voorstellen hoe dat voor mijn moeder is geweest om dat te ervaren op dat moment in zo'n situatie. Dat zij en haar kinderen misschien niet als gelijkwaardig worden gezien. En anders behandeld worden op een negatieve manier. Mm. Ik kan niet meer terug. Dus ik kan me voorstellen dat ja, heel confronterend is geweest voor haar. En misschien ook wel pijnlijk en verdrietig. Want ja, ook al is ze niet geboren hier, ze woonde hier toen al wel al heel lang. En was het en zou het ook eigenlijk haar land moeten zijn. Net als dat het ons land ook is, aangezien wij hier ook gewoon geboren zijn. De vraag of ik meer Vietnamees voel of Nederlands. Ja, dat is een moeilijke vraag.
Wel een goede vraag, maar ik denk eigenlijk dat ik het beide ben. Hoe zie jij jezelf? Oh, de Nederlands. Ja? Ja, echt? Ja, eigenlijk weet ik het niet. Je bent ook een beetje Vietnamees, hè, van oma Thai. Maar ik ben heel veel talen, dus daarom weet ik het niet. Je bent gewoon van alles wat, een beetje. Dat is ook leuk, hè? Gelukkig is momenteel racisme wel meer top of mind. Uiteraard geeft niemand openlijk toe racistisch te zijn. Vaak is het ook onbewust en diep geworteld. Ik heb wel eens bijvoorbeeld in een discussie gehad met iemand dat ik uit het niets voor chink werd uitgemaakt, terwijl de discussie daar helemaal niet over ging. Gewoon uit pure onmacht en woede. Dat geeft ook al aan hoe diep geworteld het eigenlijk is. En diegene die het zei, schrok daar zelf ook van. Veel tweede graads migranten laten hun stem horen nu, omdat ze het niet eens zijn met de scheidende effecten van racisme. En dat is een goed iets. Dat is wat racisme ook doet. Ervoor zorgt dat mensen gedwongen worden om voor zichzelf op te staan, voor zichzelf op te komen. Het wordt besproken, het wordt in het licht getrokken. En dat zouden we nog veel meer moeten doen. En het is lastig, want je wilt niet gezien worden als een slachtoffer of surpiet door er heet het over te praten. Maar ik vind ook niet dat je het erbij moet laten zitten. Want op het moment dat iets verborgen is of niet kenbaar of bespreekbaar wordt gemaakt, dan kan je het ook niet controleren. En dan wordt het pas echt een negatief ding. En hou je het ook in stand. Laat van je horen, al is het via muziek, kunst, schrift of iets anders. Uit je mening. Doe het op een creatieve manier, zodat het ook goed overkomt. Stop er een stukje van jezelf bij, want dat zorgt ervoor dat het uiteindelijk het beste het overkomt. En het meest echt ook overkomt bij de mensen die hopelijk daar weer door geïnspireerd raken zelf. En dan kunnen we samen dit land nog een stukje mooier maken. Dat is wel de hoop en de wens en daar geloof ik ook wel in. Mijn naam is Reun Long. 23 jaar geleden ben ik hier in Nederland geboren. Maar mijn ouders komen uit China en Vietnam. Ik ben een creatieve duizendpoot die in het verre Friesland woont en daardoor het nogal opvalt. En dat moet ook, opvallen. In een wereld waar online identiteit groter is dan ooit tevoren, is het belangrijk dat iedereen gehoord wordt. Aziaten hoorde je misschien nog niet zoveel, maar dat verandert nu. Want nu is het tijd om naar ons te luisteren. Ik ben altijd al nieuwsgierig geweest. Ik wilde alles om me heen verkennen en begrijpen. Je kunt het leven daarom eigenlijk ook zien als één lange reis. Zoals altijd met reizen komen er allerlei verschillende mensen op je pad. En die moet je groeten. Hey. Althans, dat zou je denken. Van jongs af aan kreeg ik dat niet zo vanzelfsprekend terug. Op de basisschool werd ik vaak gepest en docenten deden daar nooit iets tegen. Ja, ik had niet echt veel vrienden of dan iedereen die loopt dan zeg maar met elkaar mee. En dan was er bijvoorbeeld dan een groepje meisjes of zo en dan zeiden ze wat of dan gooiden ze waterballonnen of zo naar mij, weet je. En dacht ik echt van, what the fuck is dit? Het staat gewoon helemaal nergens op, waarom doe je dat? Dus ik duw dan gewoon terug, weet je, van, doe even normaal. Ja, sorry, ik vind dat gewoon, ja, niet oké.
Pas toen ik 10 jaar was, werd ik me hier bewuster van. En ik dacht, waarom doen mensen zo anders tegen mij? Op een gegeven moment wou ik niet eens Chinees zijn. En ik schaamde me voor het eten wat ik at en hoe ik eruit zag. En ik wou er gewoon niet zo uitzien. Ik wou gewoon, ik wou niet een getinte huid. Ik wou ook een witte huid. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel erg. Ik heb het gevoel dat Nederland een enorm rijk land is vanwege alle verschillende culturen die er samenleven. Iets om trots op te zijn. Maar als je leven lang verteld wordt dat je daar niet bij hoort, ga je het ook nog bijna geloven. Dat moet dus anders. Als een multidisciplinaire ontwerper ging ik mezelf afvragen wat ik kon doen. Toen ik 16 was, ben ik begonnen met de serie zelfportretten. En ben ik op zoek gegaan naar mijn identiteit. Fotografie kreeg steeds meer mijn focus. Dat is het. Dat is wat ik moest doen. Deze foto is gemaakt in Esther haar appartement. Dit is Esther. En zij staat zelf ook voor feminisme en strijd tegen, tegen dierenleed en racisme. En zij zet zich daar ook voor in, ook op haar Instagram en social media. Sindsdien wilde ik diversiteit laten zien met mijn werk. Het feit dat iemand er niet doorsnee Nederlands uitziet, wil niet zeggen dat diegene het niet is. Zo rolde ik van bloggen naar Instagram naar Marokkaanse bruiloften. Om privacyredenen kan ik daar niet echt iets van laten zien. Maar wel van styled shoots die ik daarnaast ook ben gaan doen. Kijk dan hoe bijzonder dit model is. Ik vind het zo mooi om alle details in iemands gezicht naar voren te laten komen. Ik vind het mooie aan social media dat je stem kan laten horen en bovendien in contact bent met allerlei inspirerende mensen die op dit moment niet bij je kunnen zijn. Helaas is het ook een hele kwetsbare plek. Zo is er Rumach, het platform dat bekend staat om haar eigen memes met quotes die vaak gedeeld worden op platforma als Facebook en Instagram. Vrij recent verscheen er een Instagram post met presentator René Watsema die een Chinese vrouw op straat aansprak. En vergeet niet te abonneren en te liken. Vergeet niet te abonneren en te liken. En nu alles in één keer. Succes. Oh, je bent vergeten. Nog een keer. Niet te vergeten dat ze abonneren en kijken. Ja, nog een keer. De tekst erbij was als volgt. Als een soort buikspreker dit Chinese Nederlands proberen te leren. Ze moest uiteindelijk toch het land uit. Koffertje zat vol met verboden gedroogde groentes, paddenstoelen en stukjes hond. Nou ja, ga nog skypen. You, met daarachter de hashtags China, emigrant, kloephoek, sambalbai en you. Dit is de zoveelste keer dat Aziaten als dom en machteloos worden afgeschilderd. Ik deelde dit daarom ook op mijn kanalen en schreef daarbij puur racisme. Hoezo vinden mensen dit grappig? De caption en de reacties zijn echt respectloos. Ik snap niet hoe mensen zo kunnen zijn. Voor de mensen die het grappig vinden, unfollow me. René reageerde vervolgens heel sarcastisch en ongemeen dat hij mij een topper vond door te delen. De post werd veel bekeken en meer mensen begonnen zich ermee te bemoeien. Veel mensen reageerden dat het allemaal onzin was. Dat we ons niet zo aan moesten stellen. Dat het allemaal maar als een grap bedoeld was. Maar het was helemaal niet om te lachen. Veel mensen hebben niet door dat ze anderen kwetsen. Ze hebben een duwtje nodig om het te begrijpen. Dus deze reacties begon ik ook weer te delen. Voor het eerst had ik het gevoel dat de Aziaten echt als een groep een tegenreactie liet horen. Dat doet me heel erg goed. Waar een wil is, is een weg. Ik weiger nog langer me neer te leggen bij het racisme naar Aziaten toe. Ik heb meer dan 20 jaar alles maar geslikt, weggestopt en niet meer naar omgekeken, omdat ik geen zin had in gedoe. Het maakte mij de ideale allochtoon. Maar goed, kom nu maar op met het gedoe. Ik ben een Aziatische Nederlander en daar ben ik trots op. Want wij Aziaten zijn er klaar mee.